welke houding je bevalt, dat is iets wat je zelf moet ervaren. En wat je dus ook zelf kunt bepalen tijdens je zwangerschap. De verloskundige zou je natuurlijk wel adviseren. De meeste vrouwen bevallen liggend op hun rug. Dat is een houding die voor de artsen en de verloskundigen handig is, omdat ze het beste zicht hebben. Maar eigenlijk is hij tegennatuurlijk in, want zo werkt de zwaartekracht niet mee. Ook je bekken verandert wat qua van positie en qua afmeting als je op je rug ligt en die wordt juist wat kleiner. Waar je ook aan kunt denken is dat je dus niet op je rug gaat persen, maar dat je dat in een zittende houding doet. Daar heb je bijvoorbeeld de baarkruk voor, die je ervoor zorgt dat je lekker comfortabel kan zitten, maar toch ook de zwaartekracht mee werkt. Je kan ook denken aan een bevalbal, een mooie ronde skippiebal waar je dan op bevalt. Of je kunt denken dat je die houding natuurlijk aanneemt door op je hurken zelf te gaan zitten. Het is wel verstandig als je in een verticale houding perst om je partner vlak in de buurt te hebben, zodat je na het persen lekker kan uitrusten. Tijdens je zwangerschap zou je met je verloskundige al kunnen bespreken naar welke pershouding je voorkeur uitgaat. Maar ik kan me zo ook voorstellen dat je dat nog niet weet en dat je dat wil ondervinden tijdens de baring zelf. Wij als verloskundigen kunnen je daarin helpen en adviseren.